toegewenst. Vandaag zijn we in dit gezelschap waarbij de deputy managing director van het internationaal mogelijkheidsfonds IMF ook aanwezig is. Dat is de heer Kenyu Okagura, die straks ook een statement gaat geven. En we zijn als land zonder verbruik met een bezoek. We hebben vanmorgen een meeting al gehad, een taal van zaken zijn besproken, waarover ik u nader zal informeren. Maar we hebben ook op bezoek, namelijk de heer Afonso Bevilacqua. En wat zit hij precies? Hij zit this side. En hij is namelijk de executive director van IMF. En hij vertegenwoordigt Suriname in die boord. Dus het is belangrijk dat we twee toppers hier hebben. En het is voor het eerst dat een deputy managing director en ook de executive director een bezoek brengen aan Suriname. Om je een voorbeeld te geven, de deputy managing director, de heer Okamura, heeft 70 landen onder zich. Die hij bedient vanuit de leiding van IMF. Ook Latijns-Amerikaanse landen. Maar hij heeft gekozen om Suriname te bezoeken. Wat niet gebruikelijk is. Wat niet gebruikelijk is, maar hij besloten Suriname te bezoeken. En dat geeft ook aan, namelijk dat we een programma samen met het IMF uitvoeren, namelijk de Extended Fund Facility Programma, welke gericht is op herstel van de economie en dat we vandaag kunnen bevestigen dat onze economie hersteld is. Ik heb de IMF-delegatie uitgelegd dat de gang naar het IMF onvermijdelijk was nadat het land midden 2020 in een desastreuze, uitzichtloze financiële, economische en monetaire situatie terecht was gekomen. Het was achtergelaten voor ons en wij moesten ingrijpende maatregelen treffen. De maatregelen waren noodzakelijk en daarvoor hebben we een nationaal herstelprogramma ontwikkeld. Inmiddels hebben we al zoveel informatie al gegeven over ons IMF-programma. Het is goed om in deze setting nogmaals een paar van de zaken te benadrukken. Namelijk dat de hoofddoelen van ons herstelprogramma waren het gezond maken van de macro-economie, inclusief onze staatsfinanciën, onze monetaire economie, het herstructureren van de onhoudbare binnenlandse en buitenlandse schulden met schuldherschikking, het herstellen van economische groei en de reparatie van een sociaal stelsel en het implementeren van een sociaal programma. Dat zijn enkele van de zaken. En in 2021 ondersteunde het IMF het Surinaams herstelplan met technische bijstand, met financiële bijstand en met expertise. En de rol van IMF was ook namelijk om ons bij te staan om ook andere instellingen zover te krijgen om ons herstelprogramma te ondersteunen. En dat waren met name de internationale financiële instellingen als de International Development Bank, de Wereldbank, de Caribbean Development Bank, de Islamic Development Bank. En ze verleenden allemaal ondersteuning in ons programma. Maar ook om het pijnlijk herstelproces zodanig uit te voeren dat de pijn zo snel mogelijk ook verminderd kon worden bij de samenleving. En we merken dat dat herstel duidelijk nu merkbaar is, duidelijk nu zichtbaar is. De koers is gestabiliseerd, de inflatie is dit jaar veel minder dan verwacht was. En we hebben een inflatie geprojecteerd, wat we nu hebben rond de 38% volgens IMF, als we zo doorgaan. Met dit strak hervormingsprogramma en stringent beleid kan de inflatie zelfs in de buurt van 12% komen eind dit jaar.
En dat is heel belangrijk, want daarmee gaat ook nominaal de koopkracht vooruit van alle werkende personen in het land. De koers is gestabiliseerd ook. En ook als de koers verder omlaag gaat, gaan er voordelen ontstaan ook voor de samenleving qua koopkracht. En er is ruimte dat de koers verder omlaag kan. De internationale reserves zijn weer op peil, de schulden zijn zo goed als mogelijk herschikt. De economie groeit weer en de sociale uitkering en belastingvoorzieningen zijn ook fors uitgebreid. We hebben ook tal van fondsen nu en financieringsmogelijkheden voor ondernemerschap om de economische groei te bevorderen. En het vertrouwen in onze Surinaamse dollar, SRD, onze lokale munt, onze eigen munt, is herstellende. En ook de internationale kredietwaardigheid is met stappen vooruit gegaan. We zijn niet door een makkelijk terrein gegaan, nee. Het was zwaar, het was zwaar, het was pijnlijk voor de samenleving. We hebben onze uitdaging gehad, we hebben vertraging gehad voor de start van ons IMF-programma, de Extended Facility Fund-programma. En later bleek namelijk dat het programma ook te zwaar was voor ons als samenleving. En dat was het moment dat ik als president moest afreizen in 2021 naar Washington om met de managing director, mevrouw Georgieva, af te stemmen. Ik had al eerder ontmoeting met haar gehad in Glasgow. En dat is goed overleg geweest. En op basis van argumenten en ons verzoek is het IMF-programma ook aangepast. Aangepast zodanig dat het in ieder geval beter kon passen binnen de Surinaamse realiteit. Maar ook rekening hield met onze capaciteit. Maar dat programma uitgevoerd moest worden, dat de economie gezond gemaakt moest worden, die waren targets. En dat hebben we gedaan door middel van goed dialoog, goede understanding, effectieve samenwerking. Maar ook hier nationaal hebben we heel intensief samengewerkt met onze sociale partners. Er is een hele goede samenwerking geweest met de Nationale Assemblée, met de vakbeweging, met bedrijfsleven, met religieuze en culturele organisaties. We hebben ons nationaal dialoog gehad op momenten toen het dat ook nodig was. En kortom, er is samengewerkt. Maar de belangrijkste factor om te komen tot succes, om te komen tot daadwerkelijk herstel van ons programma, was de ondersteuning die we nodig hadden van het volk van Suriname. Het volk van Suriname die onder druk stond, die soms onzeker was, soms hoop dreigde te verliezen. Daar was er wel voldoende steun in de vorm van geduld, in de vorm van offervaardigheid, in de vorm van, ja, dat vertrouwen is er nog, dat het beter wordt. En dat moeten we vandaag nogmaals benadrukken. Maar de steun die we van IMF kregen, en dat is met name het belangrijke van dit bezoek, dat het niet alleen ging om geld. Dat het niet alleen ging om finance en financial support van IMF. Het ging erom dat IMF instrumenteel was in ons herstelprogramma, met name in het garanderen van vertrouwen in de internationale gemeenschap. Vertrouwen bij onze schuldeisers. Vertrouwen ook bij andere internationale financiële instituten. Maar tegelijkertijd heeft IMF ook duidelijk laten blijken dat ze ook afstappen van hun traditionele aanpak, waarbij ze alleen heel sterk gingen focussen op macro-economische vraagstukken en het halen van die parameters en targets. Maar het IMF ook kwam met expertise, met technische bijstand. Maar ook namelijk
ondersteunen naar het sociaal programma. Ook namelijk zorg dragen, namelijk dat daar waar er kwetsbare groepen ontstaan door het herstelprogramma, dat die groep ondersteund wordt. Maar er kwamen ook nieuwe thema's erbij in het kader van de samenwerking met IMF. En dat is good governance, versterken van het bestuur, aanpak van corruptie. Maar zorg dragen ook namelijk dat die sociale agenda daar blijft voor de samenleving. En je merkt ook, en dat heb ik ook gezegd aan de deputy managing director, toen we 3 jaar geleden begonnen, was de sfeer ook anders naar IMF. En jullie kennen het als mediawerkers, er was veel kritiek. Er was veel negativiteit. Maar je ziet waar we nu zijn. Dat de sfeer veranderd is. En dat komt doordat ze hun programma en hun agenda ook verbreed hebben. En ook rekening hebben gehouden, namelijk dat zo'n programma zwaar kan zijn. Maar dat daardoor ook die samenleving ondersteund moet worden. En we hebben dat opgepakt en samen hebben we tal van sociale programma's. Dat kan beter en dat staat ook op onze agenda. En daarom focussen we gezamenlijk ook naar andere aspecten van het beleid, zoals herstel van de koopkracht, die stabiele prijzen die er moeten zijn in de winkels, goedkope voedsel brengen, verbeteren van onderwijs, huisvesting, brengen van goedkope woning naar de samenleving, veiligheid, infrastructuur, dat zijn ook de nieuwe prioriteiten die we gekoppeld hebben in ons programma. De resultaten die we nu merken en die door iedereen ook vastgesteld kan worden, is namelijk dat de wisselkoers behoorlijk gestabiliseerd is. De internationale reserves zijn hersteld. We bevinden ons in de laatste fase van de schuldsanering en herschikking van onze schulden. We zijn van een ernstige negatieve economische groei overgegaan naar een projectie van positief plus 3% economische groei voor dit jaar. De inflatie, zoals eerder gezegd, is aanzienlijk lager. Het vertrouwen in onze munt is hersteld. En er is intensieve samenwerking. Er is vertrouwen tussen het Surinaams team en het IMF-team. En vanuit het IMF-team uit Washington wordt er regelmatig gecommuniceerd. En wordt voor alle activiteiten op dagbasis op de hoogte gehouden van onze activiteiten onder leiding van mevrouw Anna Bucina, die ook rechts zit van de managing director, die zelf regelmatig hier komt om overleg te voeren, om te kijken naar het resultaat van het hervormingsprogramma, maar ook communiceert met vele andere organisaties om zelf te overtuigen. We hebben zelfs een IMF office in Suriname. Er is een country representative, meneer Charles, die daar zit, rechts van Anna, die hier zit, fysiek zit en ook regelmatig communiceert met tal van organisaties. Om niet alleen van de overheid te horen hoe het gaat met het programma, maar ook van de private sector, van bedrijfsleven, van iedereen te horen hoe het gaat met de banken, met de ondernemers. Dus wat dat betreft is het resultaat wat we bereikt hebben te danken aan veel, veel, veel functionarissen en veel activiteiten op basis van die collectieve verantwoordelijkheid die we hebben, maar ook die gezamenlijke inspanning die we plegen om onze economie weer gezond te maken. Ik heb de deputy managing director ook gevraagd om door te gaan met die ondersteuning. De resultaten die we nu bereikt hebben, die moeten goed geborgen worden. De borging in sterke instituten, borging in continuïteit van bestuur, van beleid, borging in effectievere en sterkere sociale programma's, zodat iedereen geholpen kan worden en beschermd kan worden. Ook de nieuwe groepen, die in feite heel gevoelig worden, kwetsbaar worden als gevolg van het programma, die moeten ook goed opvangen en goed begeleiden. Maar tegelijkertijd hebben we ook gezegd dat Kees Suriname een Kees is die inderdaad als voorbeeld kan dienen. En de deputy IMF director die heeft duidelijk aangegeven dat Kees Suriname inderdaad gebruikt gaat worden voor zoveel andere landen die ook steun zoeken bij IMF,
die ook herstelprogramma uitvoeren en soms niet erin slagen om het uit te voeren, dat Kees Suriname ook als voorbeeld gebruikt kan worden voor zoveel andere landen. We bedanken de deputy director van IMF voor de steun die wij krijgen van IMF. Ik heb ook hem bedankt voor zijn betrokkenheid, maar ook het IMF-team. En ik heb ook mijn persoonlijke groeten via hem laten overbrengen naar de managing director van IMF, mevrouw Georgieva Kristalina. Mijn mensen, met deze statement ga ik vragen, helaas de deputy managing director Kenny Okamura to address the press, and once again welcome in Suriname and thank you very much for your visit and also your cooperation and technical support to Suriname.